Zo, hallo. We zijn in Den Bosch. Ja. Want we zijn uitgenodigd door Ruben bij het NK Breakdance. En daar moet jij vooral uitkijken. Want? Dat je niks breekt. Oh. Want daarom heet het Breakdance. Ja, maar ze zijn nog meer aan het doen. Wij zijn uitgenodigd om het hier een beetje de cultuur nog een beetje te onderstrepen. Met betrekking tot hip-hop. Een beetje aan te kleden. Ja, ja. Dus we zijn bezig om de entree zeg maar een beetje te versieren met graffiti. Wie is de beste breakdancer van 2019? Ja, terwijl tot en met 18 jaar, dus zijn jeugdkampioenschappen. Oké, goed recht. En hoeveel doen er aan mee dan? Per categorie heb je 16 die gekwalificeerd zijn en we zijn nu bij de Last Challenger cijfer. En hier kan nog één kindje kan eigenlijk nog kans maken om op dat podium te komen staan. Ja, zijn dat taboe? En Thomas, hoe ging het net? Ja, ging wel goed denk ik. Hoop ik, ja. Ja, we gaan het zien dadelijk, hè. Ja, waar merkte je dat aan dan, dat het goed ging? Nou ja, de moves die ik had bedacht, die gingen op zich wel redelijk, maar ja, kan altijd beter. En wat voor moves had je bedacht dan? Ja, heel veel. 4 rondes, 5 rondes dus. En dan plak je het een beetje aan elkaar met... Ja, in de hoop dat het een beetje vloeiend wordt. En heb jij dan een soort van signature move, eentje die echt van jou is? Nee, niet echt, ja. Ja, er zijn er wel een paar, maar... Iedereen kan ze volgens mij gewoon wel een beetje hoor. Dus. Maar wat is jouw beste? Ik doe wel vaak salto's, dus dat misschien. Ik heb net heel mooi dit gedaan, zo kijk. Ja, daar is hem hoor. Ja hoor, in de finale. Ja toch? Ja. Ja. Nice, nice.